Snel onderweg naar die grote trok, waar de passagiers straks zijn gegeven, zodat de ouders hun belasting moeten gaan toevoegen. 3 uur, want dat is namelijk het punt, de bepaling niet meer dicht moet gaan worden en zal gaan buigen over de bepaling, niet alleen buigen, maar ook in de mond nemen. Als ik het al van de wegbereiding hoorde. Had jij die doosproefers die hier aan stonden? Waren die van jou? Die heb ik nu bij de haren verkopen. Ze zijn dus nu hier, ze moeten toch iets prikkers van. Ja. Ze zijn hartstikke lekker. Ja, wederom techniek. Weer in de steek. Lekker, hè? Een meter of 10, 12 nadat het moment heeft plaatsgevonden. Ik wil pas dat de rokers 3 uur lang aan het gang gaan om de wedstrijdbepaling zo mooi, zo lekker te maken dat de winnaar uiteindelijk moet zijn. Zoals je net ook hebt gezegd. Mooi droog, hè? Ook daar hier, dit is echt... Ja, sommigen hebben geen de eerste keer of zo. Ja, dat ben ik ook niet. Ja, dat ik staan en ik ben stoot. Kijk, het is de meesten van u zullen dat niet gehoord hebben, omdat het bereik van die bel natuurlijk niet zo ver komt van voor naar achteren. U weet het hierbij, het schoor. En aan hen zullen we op welk moment, bij welke temperatuur, met welke houtsoort, 6 stuks, 6 gemerkte palingen, de schieren zoals we vandaag hebben geleerd, die wat zwaarder zijn dan de vorige jaren. Maar even de beurt van de zender, omdat de techniek die ons een beetje de steek laat, het bereik niet ver genoeg is. Het officiële startschot, dus, de bel is uit, moet ik zeggen, geen schot natuurlijk, is om 12 uur gegeven. Dat betekent dat vanaf dit moment met de wedstrijdpalingen, hun eigen palingen, hun eigen vis enzovoort aan de gang kunnen gaan. Om 3 uur moet in elk geval die wedstrijdpaling worden ingeleverd, zodat de jury kan gaan proeven tot 1 uur. Dat is dus van 3 tot 5 partijtjespalingen die ingeleverd zijn. Namen weet de jury totaal niet. Dat zou natuurlijk het ander kunnen beïnvloeden. Dat is totaal de bedoeling niet. Dat is altijd de burgerrechter dan. De gondelvaart gaat alleen maar voor 9 uur. De prijs van de spaling is overal gelijk. €15,50 per kop. Weet waar ik je mee naartoe. Het is een auteursrecht nou hoor. En zoals u misschien al gehoord hebt, is niet maar dan weet je dat nu. Rechts tegenover de kopertijd en daar is de vraag van de foto. Nee. Oprecht van daar, die gaat naar het goede doel. Spuur om te kijken of is het een familie die van hier bezig met een stalletje of wat? Ik heb aangegeven. Ja, daar heb ik een rode foto gekregen.
Ik zou meteen paling eten en mij schieten. Je bent hier gezellig aan het leven. Ja, goede dag. Ik ga meteen een beetje mee zitten. Ik wens je prettig bedankt. Dank je wel. Hoe staan we erop? Lachen. Hoe is de verkoop? Hoe loopt het? Nog niet zo heel goed. Ligt dat aan, denk ik. De mensen lopen daar een beetje langs, over de weg. Zoeken de groei op. Niet hier. Staat op de verkeerde plek, heb ik idee. Nou, niet op de verkeerde plek. Kom wel, jongens, het is nog geen vier. De wedstrijdbaan, die heb je ook gezien natuurlijk. Ben je daar al mee aan de gang gegaan? Hier hangen ze. Zien ze eruit wat jou betreft? Het is ongeveer de zet, trouwens. Een hoop ervaring of ben jij weer begonnen? Ik heb nog geen. Kom als je middag van het moment dat het minder druk is. Ja, maar de plek van dat. Ja, de kannenplak ben je nou. Maar willen de meesters dan nog zien, kun je altijd nog even een rol doen. Ja, open je kikker toch. Dat is de stal van het GPZ, de Paspaling Rotolissie. Ja, ik heb de vee. Van de vee ga ik mee. Oké. Ah, die gaat niet mee. Nee, absoluut niet. Ik kwam een Fred tegen. Ik heb hem een beetje proberen om te praten. Anke gaat ook mee inderdaad. Ja, maar, ja, die kwam wel in Medeblik tegen. Toen zeiden wij gaan naar Amerika. Wat ga je naar Amerika? Ik ga gelijk bellen. Maar zonder aanval van de rij. Van, en de telefoonnummer weg. Ik wou Anke ook mee. Ja. En, met jaren en mensen geleden geweest. Toen zei ik Simon L. Ja? Ja, dan lekker mee. Ik zeg, wij rennen de ring. Ik zeg, ik moet niet doen. Ja, hier gaat er gewoon de tent. En hier staat er een die doet het bijna op een wetenschappelijke manier. Leg dat eens uit. Paling is zo'n mooi product. Uiteindelijk op een hele rustige, precieze manier de paling. Een elektrische motor, Kenny. Dit is voor 21,70, mevrouw. Hallo, zeg het maar. Hoeveel? 4 keer. Dit is voor 20,30. Die komen er nog 3 keer achteraan. 4 keer. Sommige een ongelukstal, maar vertel maar zeker niet voor diegene die vandaag de winnaar wordt en zich Nederlands kampioen palingroper mag gaan noemen. Dat zullen we na 5 uur weten als de jury klaar is met proeven en gekozen heeft voor de beste paling die vanaf dit roodveld vandaag komt. We zijn er heel benieuwd naar. Om 12 uur is het startschot. Nee, de bel is geluiden, moet ik zeggen, gegeven voor dat officiële gedeelte. Het is aan de ropers om te bepalen wanneer ze gaan drogen. Ik heb net begrepen dat eerst even degene die dat het allerbeste weet, die heeft daar inderdaad gelijk in gehad. Want hij zich, mag zich dan ook Nederlands kampioen deze week de druk krijgt. Dunne Beer, de Hilversum Stichting Blok, Korte Hoef, Auto Classica, Rubio in Neder-Oostenberg. Bouwmaatschappij PW Schipper te Hilversum. Subsponsors, de wat kleinere Gidergroep PV te Almere. Jachthaven Maarten Fokker, de Korte Hoef, Kamphuis en Berghuis, Accountants enzovoort. Uitdrukken na de jurering. Die zal ook verkocht worden in de kraam van Verplaste Paling Rookcommissie. En die opbrengst gaat naar het goede doel. En dat is dit jaar Villa Pardoes. De prijs voor de paling is €15,50 per pond en dat is overal gelijk. Je kunt gaan proberen af te dingen. Dat lukt je alleen maar in Turkije of in Griekenland of waar dan ook elders. Maar niet hier in Korte Hoef. €15,50 is de prijs voor een puntje paling.
Schieren, dat is de naam van de wedstrijd paling vandaag. Volgens mij ook in andere jaren. En dat is de paling die de kracht van zijn leven is, die uiteindelijk na het roken het beste resultaat zal opleveren. Waar het velletje het mooiste van afloopt. We zijn erg zacht, ze komen uit deze weer, maar er waard om precies te zijn. En de tip die al gegeven is vanmorgen door de juryleden, één jurylid moet ik zeggen, is om hem niet al te zout te maken. En dat heeft alles te maken met de kwaliteit van die paling. En die kwaliteit van die paling, het vlees is zacht. Daar ging het om. Hij is ook niet helemaal schoon. Dat was nog een opmerking, dus drokers die zullen er rekening moeten mee houden dat dat stukje wat niet in de wedstrijdpaling hoort en zo wordt hier geleverd, ja, dat toch uit de land. Hele buken los. En dan als je wat afgekoeld is, kun je het zakje weer goed blijven lekker vers. €15,50, dat is, om het correct te zeggen, trouwens de minimumprijs. Het kan zijn dat je hier en daar wat duurder uit bent. En dat heeft alles te maken met of het een gekweekte paling is of een knoop kunnen betekenen. Dat het dan te maken heeft met een nog betere kwaliteit. Ik zie een groene ton en daar staat op Nederlands kampioen 1996, 99, 2000 en we denken zelfs wereldkampioen 2004. En dan meer vliegen zeggen. Titel mag verdedigen. Dan doet het 60 jaar. 60 jaar roken bedoel je? In 86 met Lohuis en Kopa, nog een paar, zijn we hier met z'n zes op de Kortrijkse Rijk. Daar hebben we Spaanse Mateo gerookt, 50. En een meerval van 12 pond in de weg. En 50 palingen van Zuid-Holland. En die zijn heel erg groter, want die hebben nog 50%. En alle tonnen van het zijn op half vervoer gerookt. En dan was je een stuk van 20 bij 30. Maar niemand bij hem was toen. En hetzelfde moet je ook zeggen. Er stonden 5 bakken met hout, mocht je ook uitkiezen. En dan hebben we eerst Spaanse Mateo gerookt. Dat ging tot van 8 tot 11 uur, geloof ik. En er kwam de jury van toen bij. Dan werd het op een tafel gelegd. En dan gingen ze jureren, als punten nog eens. En dan kwam het publiek van het opeten. En de meerval, daar had ik 8 uur op gezouten. En de inzet was van maart. En die echt goede palen hebben die juist opgezocht. Ik heb ze wel eens meer anders niet gezien, maar dit zijn echt 100% kwaliteit. Vertrouwen in dat het gaat lukken vandaag? Ja. Ik heb zeker wel 20 lidlingen die tussendoor lopen. Ik heb niet dat die allemaal goed. En als één van hen niet, ben ik het winter goed. Wat een mooie woord. Ik heb er genoeg voor. Ik vind het prachtig, ik wens je succes vandaag. Ja, misschien dat ik bij de eerste 15 ben al. Het is helemaal op zo'n dag, zo is het. Ik hoop dat iedereen zich hier op de Koerdoel zijn kijk begeeft. Buiten het dorp. Ook lol heeft. Echt net. Die heb ik best dat ik zie. Aardman ook. Wat ben je aan het doen? Nou, ik doe een beetje lucht erbij. Zodat het vuur weer een beetje op gaat laaien. Dit is een ontzettend handig dingetje. Die heb ik voor €2,50 bij de blokken gekocht. En ja, dat werkt. En dat heb je wel eens dat het vuur even wat minder wordt. €12, dat was het moment waarop de bel luidde. De rokers begonnen met het roken van de wedstrijd. Paling 6 stuks in totaal in plaats van de gebruikelijke 10. Ze zijn wat zwaarder te gebruiken. Dat was dan de prijs. Mooi, hè? Dat is leuk. Ja, je mag ze twee wel. En dat is onderaan. Zeg even, want wat ik doe,
Thank you.
Dat was hier aan de overkant, hè? Ja, ja. Stond je daar. Ja, dat klopt. Ja, heel mooi. Ik ben heel trots op. Zet hem maar in de prijzenkast. Dan doe ik even filmen. Ja, is goed. Ik zet hem eventjes in de prijzenkast. Leuk hè? Ja, mooi hè? Leuk kastje. Zo, kunnen we er naartoe? Ja, kijk. Wat vind je hem? Ja. Ja, schitterend hoor. Ja, ik wil nog eentje met cola. Was jij vroeg hier, André? Zegt u? Was jij vroeg hier? Wij waren hier om 9 uur hier ook. Oh, wij waren een beetje laat. Ja. Ik moet even mijn kastje aan. Ja, ja. André, doe ik gewoon naar binnen. Hoe is dat gemaakt, die foto dan? Ja, maar daar dan? Hier? Ja, hier, bij die boom hier, hoor. Verleden jaar hier. Hoor. Ja, hebben hier gestaan. Ja, mooi. Oh, die durft er ook. Ja, dat is jong, geluk hè? Ja, maar die heeft een beetje beter. Nee, beter. Ja. Als je een feestje hebt, dan kan ik me bellen hoor. Dan komen ze allebei wel langs. Als je het goed doet, dan kan ik. Is de ontwerper? Heb je zelf gemaakt die keten? Ja, die mijn vriend. Of toen is de vriend de zoon gemaakt. Mooi. Kunnen we wel een paar palingen in, of niet? Er past 20 pond in. 20? Ja. Misschien de 5, zeg maar 100. Toch? Ja. Eén trap hoor. Ja, hij brandt alweer. Ja, hij komt alweer. Kijk, ik ben bij jou thuis kalfje te spelen. Was dat van de Ja. Ik hoorde mee. Zo hè? Oh, dat is mooi. Dank je wel. André. Ja, hartstikke bedankt in ieder geval voor die mooie foto. Ja. Ik ben daar erg blij mee. Graag gedaan. Ja. Ja. Okay. Ik zou zeggen, succes vandaag. Ja, ik zou even mijn best doen dat we even de eerste prijzen winnen. Ja, ja. Ja. Koop het. Maar je weet het nooit natuurlijk. Nee. Maar koop er wel een keer, of niet? Zegt u?
kopen wel een keer. Ja, zeker, tuurlijk. Ga je wel een week naar huizen toe? Ik ga van de week naar huizen toe, ja. Oh, misschien dat... volgende week zaterdag. Oh, volgende week zaterdag? Ja. Oh, is dat op zaterdag? Is 9 september. Oh, 9 september. Ja. Oké. Okay. Is ook heel leuk daar, hoor. Ja. Nou, in ieder geval succes, hè? Ja, dat is zo. Tot volgend jaar. Ja, oké. Okay. Doei. Film is 7,50. Foto's 2,50. Hoe loopt het met de verkoop? Belangrijk, hè? Ook daar kijkt de jury naar natuurlijk. Het staartje mag niet verschrompeld zijn. Het staartje mag zeker niet verbranden. Wat heb je nog meer op? Dat het eerst rood zijn. Rood moet rood zijn. Laten we de juiste tijd. Hè? We hebben er veel ervaring mee. Ja, we zijn nu vorig jaar ook al gestaan. Maar, ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk te doen. Ja. Ik denk dat je een beetje kans maakt. Kijk eens wel. Ja. We zijn benieuwd. Waar kom je vandaan trouwens? Putten. Putten. Morgen vroeg. Ja, we waren goed weg. Ja, half 7. Dat we droog blijven. Ja, dat hoop je. Ja, ik heb alle vertrouwen in. Ja. Ik kan het wel een berg zijn. Trouwens nog wat. Ja. Hoeveel jaar kom je hier al? Voor de eerst? Nou, ik denk dat wij hier al dit 10 jaar komen. Wij komen hier altijd al bij aan. Die belden wel van tevoren op of we wel echt komen. Want dat is een vriendin van ons geworden in al die jaren. Daar is het voor ons vorige dag een bakje koffie. We hebben ons een lekker biertje gehaald. En vanmiddag maken we nog even een feestje. Wij dan we mogen onze auto altijd bij ons zetten. We mogen naar het toilet. Een ontvangst eigenlijk als een vrienden. Het is voor ons een hele grote vriendin. Ja, dat is goed te horen. Nou zie ik 140 graden Celsius een beetje. De kast is dicht. Is dat de ideale temperatuur om te roken? Nee, dat zie je verkeerd. Want ja, kijk, dit is een Fahrenheit meter. En die staat dus nu op 60 graden. Dat zou veel te hoog zijn voor de Fahrenheit. Hij staat nu op 60 graden. Dat zijn Fahrenheit meters. Die teruggebracht heb, zeg maar, met cijfertjes die erop staan op 60 graden. En boven zijn elektrisch. Sommige van je collega's hier, zal ik je zomaar even noemen, die hebben een geheim mengsel van mot en van alle soorten hout. Zit daar wat in, denk je? Of maakt het niet zoveel uit? Dat zit wel degelijk. Ik doe het zelf ook. Dus wij doen het met ons en met Rela. Ik heb het van een oude baas bij ons in Katwijk, waar wij eigenlijk het roken van een been onder de knie gekregen hebben. Wel degelijk met wat dingen erin, wat in de smaak ietsje wat verbeterd. Ik zeg het heel eerlijk, ik heb geen geheimen. Wij doen bij ons materieeltje altijd een uitdeel bij. Hij zei altijd, als je een materieeltje van mij eet, komt hij niet omhoog. En het is echt werkelijk zo, als wij roken en je eet een materieel, heb je echt een lastig de hele dag. Blijft een ambacht, hè? En de sport? Het is een ambacht. Het is heel jammer, bij ons is de oude rokerij, die is bijna ambachtelijk. We hebben nog wel een rokerij, die is helemaal gemoderniseerd met computers en toestanden. Daar is niks van aan doen. Dat zijn twee vrienden van mij in Katwijk. Die sponsorrook vaak. Daar doen wij ook Katwijks makreel kampioenschappen. Dat doen wij altijd op Koninginnedag. Daar komen altijd ook heel veel mensen op af. Heel leuk iets. Die jongens hebben alle traditie gerookt. En ook hebben die twee van die kleine kastjes hebben ze van mij gehad. En die rookten zelf voor hun eigen ook nog alle traditie in. Nou moeten die wedstrijdpalingen eigenlijk, alle palingen natuurlijk ook eerst drogen en dan pas wordt die gerookt. Hoe ver ben jij? Want om 3 uur moet je paling gaan inleveren. Nou, dat red ik makkelijk hoor. Ik ben voor 3 uur en ik ben klaar. Ik wens je succes. Jij dan. Wat moet je daarvan maken? Nou, zo heet die meneer. Dat is van mij. Dat is dan wel van jou? Nou, jullie niet in de gaten houden? Ik ben klaar. En met je wedstrijdpaling ook? Nee, maar dat wordt opgelegd. Dank je.
Oh, yeah.
zijn met passiedroog. Ik heb het van mijn opa geleerd en die zei altijd, drogen is drogen. Op het moment dat je product in een bepaalde is, tong of pong, als je product goed droogt, dan hoef je daarna alleen maar de rooksmaakje aan te maken. Ja, 3 kwartier dicht. Deze hout is wel goed. Maar je moet geen tropisch hardhout gebruiken, want dat, ja, dat krijg je in de haas in. Het haas maakt zwarte rook en dat proef je dus ook aan je product. Maar voor de rest kun je allemaal soorten en rook kun je wel gebruiken. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er toch een verschil is tussen zitten vuur houden en eten. Nou, dat uitzicht in de smaak van je product uiteindelijk, want als je dan bijvoorbeeld eiken pakt, dat geeft een hele lekker niet, hè? Nee, van het weer ligt het maar. Nee, lekker, hè? Ja. Dat is dan weer de hele andere kant. Ja, die geeft een beetje, ja, wat meer latte smaak, zeg maar. Dus jij maakt daar niks van? Ja, vaak pak je de combinatie van wat meerdere houtsoorten of een mot wat je gebruikt om het vuur af te doen. Maar ja, die smaak is toch je leidinggever. En iedereen heeft zijn eigen smaak en dus ook zijn eigen smaak aan zijn product. Hoe is het met de rest ervaring? Je hebt wel in? Nou, die zijn er al uit. Alleen, ik denk niet dat ik van het jaar kan maken. Ja, dat is ook weer, je weet wat de jury wil. En er zijn gewoon een of twee aspecten waarvan ik denk dat je daardoor niet doorkomt. Wat bedoel je dan? Nou, als je bijvoorbeeld deze schierpaling, ik denk dat ze graag wilden dat de buikje dicht is. Dat houdt dus in dat die paling wat voorzichtiger, wat rustiger verrookt is. En dat heb ik niet. Als ik heb er ook andere producten in hangen. En je kan natuurlijk die andere producten niet laten verpieteren. Ja, door die 3 wedstrijden al. Dan moet je maar een beetje geluk hebben. Ja, van de 5000 euro. Maar ja, gewoon als jij een gezellige dag hebt, dat is wel een goed dag. Nou, ik denk dat wij hier dit jaar voor de 10e keer zijn. En het is elk jaar af. En die meneer die noemde wij Almejaak, die noemde toen was Wiermeijer te halen.